Ministerie van Justitie en Politie en Politiebond willen samenwerken aan het gezonder maken van het KPS. Ontwateringswerkzaamheden hoge prioriteit voor OWTSC. En Bolivia roept spoedvergadering van UNASUR bijeen. Goedenavond, dames en heren. Het STVA-journaal op zondag 22 april. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie en het bestuur van de Surinaamse Politiebond zijn het eens met elkaar dat er samengewerkt moet worden om het politiekorps gezonder te maken. Bij het bezoek aan de KPS had de minister al kenbaar gemaakt dat hij binnen niet al te lange tijd de bond zou ontvangen. Dat is dus vrijdag gebeurd. De bewindsman zal het wensenpakket bestuderen, waarna de onderhandelingen zullen plaatsvinden om zaken gerealiseerd te krijgen. Voorzitter Raoul Hellings van de Politiebond haalde aan dat het wensenpakket een zeer lijvig document is en dat de bond daarom de minister de ruimte biedt om zaken goed tot zich te nemen. Het bestuur wil alles in het werk stellen om de belangen van de politieambtenaar op een dusdanige wijze te behartigen, zodat de samenleving de juiste dienstverlening van de organisatie krijgt. Minister Getrouw wil een goede start maken met de bond om zaken in goede banen te leiden. Hij maakt zich sterk voor de rechtspositie van het personeel, want dat is een belangrijke factor om gemotiveerde politieambtenaren te hebben. Het ligt in de bedoeling om in de tweede week van mei te starten met de gesprekken over het wensenpakket. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is bezig met ontwateringswerkzaamheden. Minister Patrick Pengel is van mening dat onze infrastructuur is ingesteld op een bepaalde hoeveelheid regen per dag. Wordt de capaciteit overschreden, dan lopen de trenzen en kanalen over. Maar vervuiling door de mensen is vaak ook de oorzaak dat het water moeilijk kan worden afgevoerd. Intussen is er al ongeveer 30 kilometer schoongemaakt. Een hele belangrijke ontwateringsader is het Saramaca-kanaal. Het projectdossier om het kanaal weer het oorspronkelijk profiel te geven, wordt nu afgemaakt. Vanaf de aanleg is dat niet meer gebeurd en door de jaren heen is het kanaal dichtgeslipt. Daardoor is de afvoercapaciteit van een van de belangrijkste kanalen voor wat betreft de afwatering in Paramaribo en Wanica afgenomen. Het zal een prioriteitsproject van het ministerie van OWTNC worden dat of gefinancierd of in de begroting opgenomen zal moeten worden. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën is van mening dat de Islamitische Ontwikkelingsbank, afgekort de ISDB, een belangrijke partner is geweest in het herstel van de Surinaamse economie. De bank heeft ook een rol gespeeld bij het verbeteren van de groeivooruitzichten van Suriname. Hoefdraad from Suriname, governor for the Islamic Development Bank. For the last 7 years, so this is my seventh experience with the ISDB. It was a great event. I attended the governor's meeting, the plenary sessions, discussed the key issues that countries like us need towards development, and I would say probably for the future some more emphasis for assistance to countries who are going through a serious crisis, because it's only entities like the ISDB can help countries like us to move very quick back on our feet. Hoefdraad vertegenwoordigt Suriname al 7 jaar bij de ISDB en was daarom onlangs in Tunesië om de 43ste jaarlijkse bijeenkomst van deze financiële instelling bij te wonen. Bij die gelegenheid heeft hij enkele recente economische ontwikkelingen, uitdagingen en successen gepresenteerd die worden ondersteund door de Islamitische Ontwikkelingsbank. De weg naar Acioni is vanaf vandaag afgesloten voor zwaar materieel. Dit laat het commissariaat van district Brokopondo weten. In samenspraak met NV Wegenautoriteit Suriname is dit besluit genomen. Ongeveer 200 meter verwijderd van de politiepost de Bronsweg is er een enorme breuk in de weg die door overtollig water is veroorzaakt. De situatie is volgens het Burgerinformatiecentrum van Brokopondo riskant,
waardoor de weg momenteel alleen voor personenauto's en eventueel bussen toegankbaar is. De herstelwerkzaamheden starten vandaag door tussenkomst van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Het commissariaat laat verder weten dat er streng wordt opgetreden tegen overtreders als blijkt dat de aangegeven instructies niet worden opgevolgd. Op de foto's die voorbij komen krijgt u een beeld van de breuk in de weg naar Atjoni. Minister Stefan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme heeft vandaag namens de regering de felicitaties overgebracht aan de Shengfa Fuikon. Deze Chinese sociaal-culturele vereniging heeft vandaag het 90-jarig bestaan in Suriname gevierd met diverse toespraken en culturele optredens. Volgens minister Tsang heeft de regering bijzondere waardering voor deze bijdrage van de vereniging in Suriname. Samen met hem hebben haast alle sprekers het gehad over de verdere bundeling van de diverse culturen in ons land en de voordelen die daarmee gepaard gaan. Hier aanwezig te mogen zijn en de president te mogen vertegenwoordigen bij het heugelijk feit. De Chinese vereniging Shengfa Fuikon, een van de drie oudste Chinese verenigingen in Suriname, ligt me zeer nauw aan het hart. Als jongeman kwam ik hier vaak na school basketballen op ditzelfde terrein. En ik heb hier intensief en prettig met de vereniging samengewerkt op sociaal vlak voordat ik de politiek ben ingestapt. En de vereniging heeft mij steeds ondersteund in alle opzichten en daarvoor allereerst mijn grote dank. China is ongetwijfeld een belangrijke ontwikkelingspartner voor Suriname. De Chinese cultuur is onlosmakelijk verbonden met de Surinaamse cultuur. Dit jaar gaan we over 165 jaar Chinese immigratie in Suriname vieren. De regering is zeer erkentelijk voor de bijdrage van de Chinese gemeenschap aan de Surinaamse samenleving. De Chinezen in Suriname hebben hun stem onderdrukt, voornamelijk in de handel. Maar we zien steeds meer investeringen op het gebied van agribusiness en andere industrieën. Ik hoop dat we op het gebied van toerisme ook veel kunnen bereiken samen. Ik feliciteer u allen van harte namens de regering, namens de president en de First Lady. Ik feliciteer het bestuur, de leden, de Chinese gemeenschap en de Surinaamse samenleving met het 90-jarig bestaan van de vereniging. En wens de vereniging heel veel voorspoed en succes toe. Mogen u van de Almachtige het goede werk nog lang continueren in Suriname? 90 jaar is een hele lange periode. Ik hoop er te zijn om ook het 100-jarig bestaan met u te komen vieren. Meester Huber Stichting en het Lotjeshuis juichen de positieve werking van sociale media toe. Een groep op Facebook genaamd Sterren en Prikkels heeft de afgelopen week pakketten met voedingsmiddelen aan de twee kindertehuizen overhandigd. De groep heeft op 13 april een Facebookparty georganiseerd waarbij een deel van de opbrengst voor sociale activiteiten is uitgetrokken. Dat klonk voor beide directeuren als muziek in de oren toen zij te horen kregen dat hun tehuizen door de groep SNP worden aangedaan met een donatie. Het journaal maakte een verslag van de overhandiging.
Ik kreeg een telefoontje. Zijn mevrouw, we zijn van de Sterren en Prikkels. En we willen, de jongens hebben een event gehouden, begreep ik. En ze willen dus dan enkele tehuizen eigenlijk gelukkig maken met wat spullen. En natuurlijk moet je eerst weten wat voor spullen. Kan je misschien iets groter? Want dat is allemaal afhankelijk van wanneer begint je computer eigenlijk een beetje te draaien. Van hey, zal ik ze een wasmachine vragen, ja. Of gaat het gewoon om, weet je, levensbehoeften. Maar je weet, eerste levensbehoefte is altijd welkom. Dat hebben we elke dag nodig, omdat we alle kinderen eigenlijk, we hebben nu hier ongeveer 35 kinderen. En alle kinderen krijgen dagelijks een warme maaltijd. Dus je moet nagaan voor 35 kinderen elke dag zoveel eten klaarmaken, is geen malligheid. Dus die donatie was bijzonder welkom. Natuurlijk. En we zijn natuurlijk blij dat Sterren en Prikkels aan ons heeft gedacht. Maar ik hoop dat er ook andere organisaties en zeker ook de jongeren die de weg naar de Huberstichting zullen vinden. Ik ben Sterren en Prikkels heel erkentelijk. Ze hebben me eerder gebeld en gevraagd wat ik nodig heb. En ik heb het aangegeven en ik merk dat ze de spullen gekocht hebben. De kinderen zijn blij. We hebben het van de donateurs. En we danken ze heel hartelijk. En ga zo door met het goede werk, zeg ik ze. Ik hoor mensen vaak genoeg praten over de slechte of de negatieve kant van Facebook. Maar in deze merken we toch positief. Nog... positief. Heel positief, ja, ja, ja. En we gaan er goed gebruik van maken. Want ik zie dat ze nog steeds bezig zijn uit te laden, dus er is behoorlijk meegekomen. Ja. We hebben gebeld naar de directeur en ze heeft ons een lijstje gegeven. Met dingen die ze hard nodig hebben. Levensmiddelen, toiletartikelen, voedingsmiddelen, broodbeleg. Dus al die dingen hebben we voor ze gehaald. Ze zijn heel erg tevreden. Ze hadden niet verwacht dat wij ze zelf hebben benaderd, zonder dat zij iets van wisten. Dus het is echt een, voor hun is het een groot waard pakketje. 13 april is ons eerste evenement geweest en ik ben echt blij. Ik ben dankbaar, ik zeg het nogmaals, echt dankbaar voor de opkomst die ik heb gezien. En we gaan dit elk jaar doen, en zodat we ook elk jaar ook zoiets kunnen doen, een goed doel kunnen doen. En dat is de reden waarom we een evenement hebben gegeven. En 13 april heeft het bewezen. Eerste Facebookgroep die een Facebookparty heeft gegeven. Ik kan met een gerust hart teruggaan en zeggen dat ik het heb gedaan, wat ik wilde doen. En ja man, Miberiti, ik heb geen woorden ervoor. De groep Sterren en Prikkels is van plan om later dit jaar de rest van hun sociaal plan uit te voeren. En met dit bericht hebben wij het Nationaal Nieuws gehad.